Nogmaals, welkom. Mijn naam is Diana Geraci en ik werk bij VAROS. En zoals u misschien weet is VAROS expertisecentrum gezondheidsverschillen. En daarnaast zijn wij al vele jaren focal point op het thema vrouwelijke genitale verminking. Ook wel VGV genoemd. En dat betekent dat wij samen met veel partijen in het land, zoals jeugdgezondheidszorg, GGD'en, Veilig Thuis, maar ook zorgprofessionals, ons inzetten voor het voorkomen van meisjesbesnijdenis en het bijdragen aan goede zorg voor vrouwen die al besneden zijn. En dat doen wij samen met veel partijen en zo organiseren we ook deze serie webinars met experts vanuit het land. We hebben veel aanmeldingen voor vandaag en daar zijn we heel erg blij mee. Want zoals u misschien weet is dit een thema waar veel handelingsverlegenheid omheen rust. Als u het laatste webinar heeft gevolgd over het onderzoek van AEF, dan weet u ook dat dit ook weer met onderzoek is vastgesteld. Dat veel professionals het spannend vinden, het moeilijk vinden om in gesprek te gaan over meisjesbesnijdenis. En daarom zijn we ook heel blij dat we vandaag twee experts hebben die heel veel ervaring hebben in gespreksvoering zelf, maar daarnaast ook in het trainen van professionals en sleutelpersonen. U bent hier vandaag allemaal met verschillende disciplines, dus we hebben veel aanmeldingen vanuit de JGZ, maar ook veel mensen vanuit Veilig Thuis en vanuit de zorg. Veel GGD-medewerkers. Probeer allemaal vanuit je eigen discipline te luisteren naar wat Martine Bos en Salwa Hamad zo gaan vertellen. We hopen dat er voor ieder van u wat bij zit. Weet dat wij in het voorjaar een training aanbieden met open inschrijving vanuit VAROS. Dat is een training van een dagdeel. We zijn nu maar echt een klein uur bij elkaar. Terwijl dit een thema is wat eigenlijk gewoon oefening vraagt, ook zelf oefenen. Dus in het voorjaar gaan we een training aanbieden met open inschrijving. Dan moet u denken aan ongeveer een training met 15 mensen. Dat staat nog niet op de VAROS website. Maar als u interesse heeft, dan kunt u zich al wel daar blijk aan geven door een mailtje te sturen naar mijn collega Carla van den Berg. Even kijken, volgens mij ben ik er bijna. Ja, u ziet zometeen Salwa Hamad en Martine Bos. Een gedeelte van het webinar staan zij samen in beeld. En ik weet dat er veel GGD-medewerkers ook vandaag zijn. Weet ook dat zij zich in aanloop van dit webinar beide hebben laten testen. En dan laat ik het bij dit intro. En dan wil ik u graag voorstellen aan Martine Bos en Salwa Hamad. Dankjewel, Diana. Ja, daar staan we dan, Salwa en ik. Mijn naam is Martine Bos en ik werk voor GGD IJsland. Ik ben medisch antropoloog en sociaal verpleegkundige, gezondheidsbevorderaar. En ik draai ook een spreekuur voor vrouwen die besneden zijn. Dus tijdens de groepsgesprekken over meisjesbesnijdenis komen er vaak vrouwen na die tijd naar ons toe en vragen om hulp. Ik ben daarnaast ook aandachtsfunctionaris kindermishandeling en huiselijk geweld. En vanuit die functie geef ik veel trainingen aan professionals binnen de GGD, maar ook daarbuiten. En ik ben hier samen met Salwa. Salwa, wil jij jezelf even voorstellen? Ja. Ik ben Salwa Hamad. Ik kom uit Soedan. Ik ben 18 jaar besloten persoon. Bij de GGD werk ik altijd met Martina samen. Wij proberen zoveel mogelijk om de meisjesbesnijdenis bespreekbaar te maken. Wij geven ook training aan de professioneel. Ja, dankjewel. Nou, dan vraag ik jou, Diana, of je de presentatie wilt delen. Ik heb namelijk een presentatie. Het programma ziet er als volgt uit. Ik wil heel graag de presentatie doorlopen. Daar gaan we plus minus 20 minuten voor nemen en daarna ga ik met Salwa in gesprek ook de oefenvragen uitvragen, maar ook horen van Salwa welke vragen je absoluut niet moet stellen als professional. En dat is misschien nog wel heel goed voor ons om te horen ook. Meisjesbesnijdenis is een traditie en hij mag gelijk naar de volgende, Diana. En die traditie. In Nederland is de prevalentie van meisjesbesnijdenis in 2018 onderzocht door VAROS.
Ik heb toen zelf mee mogen doen door interviews te houden en focusgroepdiscussies. En de uitslag van dit onderzoek is dat er in Nederland ruim 41.000 vrouwen wonen die de besnijdenis hebben ondergaan, meisjes en vrouwen. De landen Somalië, Egypte, Ethiopië en Eritrea zijn daar de meeste, de inwoners zijn daar het meeste van. En het is dus onze taak om die naar schatting 4200 meisjes die in Nederland wonen te beschermen tegen meisjesbesnijdenis door het bespreekbaar te maken. En hij mag naar de volgende dia. Bij Faros is dit factsheet op de site te zien. En dat laat eigenlijk precies zien hoe het ervoor staat. Namelijk dat 7 van de 10 vrouwen die besneden zijn tussen de 15 en 49 jaar oud zijn. En dat 15.000 van deze meisjes en vrouwen die besneden zijn op de meest ingrijpende manier. En die dus mogelijk klachten hebben. En wat belangrijk is om te weten is dat veel vrouwen zich niet realiseren dat die klachten zijn ten gevolge van meisjesbesnijdenis, maar denken dat het bij het vrouw zijn hoort. Dus ook daarom is het al heel erg nodig om het bespreekbaar te maken. We hebben tijdens het maken van deze webinar gedacht, wat gaan we nu doen om het zo praktisch mogelijk te maken in deze 3 kwartier, wat erg kort is natuurlijk. En we hebben gedacht, we beschrijven de voorbereidingen, de uitvoer en ook de nabeschouwing. Zodat we iedereen ook de kans geven om goed voor. We zeiden het net al, het is denk ik als eerste belangrijk om bij jezelf stil te staan van wat is mijn taak en welke functie heb ik? Ben ik degene die signaleert en mijn collega's er attent op maakt dat het misschien besproken moet worden? Of ben ik degene die echt dat gesprek ingaat? En ik denk dat dat binnen organisaties afgesproken kan worden, wie welke taak heeft. Ter voorbereiding van het gesprek hebben we een scala aan mogelijkheden om jezelf te scholen. Ik heb aan de laatste slide in deze presentatie, en jullie krijgen deze presentatie ook, daar staat de e-learning, de link naar de e-learning van Faros en andere links die je makkelijk kan gebruiken. Maar de e-learning zou eigenlijk een eerste kennismaking kunnen zijn als je nog niet bekend bent met het onderwerp. En daarnaast is het ook goed te weten dat Faros 2 keer per jaar scholing voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling met de focus op meisjesbesnijdenis geeft. En die aandachtsfunctionarissen kunnen je binnen je eigen organisatie ook scholen op het onderwerp. Je kan ook zeggen van, joh, ik heb dit nog nooit gedaan. Ik zou heel graag samen met jou aandachtsfunctionaris het eerste gesprek voorbereiden. Ik weet het niet precies. En dan kan je elkaar beginzinnen, startzinnen aanreiken. Salva zei vanochtend nog tegen mij, meisjesbesnijdenis is niet normaal. Het moet besproken worden. Veel vrouwen realiseren zich niet dat er ook vrouwen zijn die niet besneden zijn en dat het niet meer hoeft, dat het niet nodig is. Dus realiseer je dat dat onze taak is. Veel GGD'en ken ik die een pop-up hebben in hun dossier. Dus dan zie je in welk land, uit welk land het meisje wat voor je zit komt. En weet je dat het een onderwerp van gesprek mag zijn. Deze folder staat op de site van Faros website. Makkelijk te downloaden. Daarin staat eigenlijk alles wat je moet weten. Maar ook de landen waar de meisjes vandaan komen. En het is ook echt heel erg belangrijk voor de mensen met wie je in gesprek bent, dat je met hen de verklaring tegen meisjesbesnijdenis doorneemt, zodat ze het beleid in Nederland kennen, zodat ze weten dat wij eigenlijk die traditie niet kennen en dat het voor ons nieuw is, maar dat het heel belangrijk is om in gesprek te gaan. En weet wie je voor je hebt. We hebben nu op dit moment, maken we mee dat mensen zich zorgen maken over families met kinderen uit Eritrea en die willen terug naar land van herkomst op vakantie. En dat er alarm geslagen wordt, wat heel erg goed is. Er heerst zo'n taboe op het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis, dat de moeders ook niet durven zeggen dat hun dochters al besneden zijn. In Eritrea is het namelijk zo dat als je christelijk orthodox bent, dat het meisje besneden wordt voor de 40ste dag. En als de kinderen ouder zijn, dan zijn de moeders nog bang om het te zeggen, omdat ze bang zijn dat ze alsnog gestraft worden. Dus het is heel erg goed om je dat te realiseren, in welke leeftijd, in welk land de besnijdenis voorkomt.
En in Eritrea is er ook een islamitisch gedeelte. Daar is de besnijdenis, vindt dat later plaats. En mag naar de volgende. Ja. In ons standpunt voor de jeugdgezondheidszorg kan je vinden op de site van Vaders, maar ook op de RIVM. Staan ook voorbeeldzinnen van alle contactmomenten die je binnen de jeugdgezondheidszorg hebt. En dat zijn hele praktische zinnen waarin je eenvoudig begint met een open vraag en ook het vragen van toestemming om dit onderwerp te bespreken. Dus ter voorbereiding is het heel erg fijn om dit door te nemen en de zinnen te kiezen die bij je passen. Hè? Want iets uit je hoofd leren, dat is fijn als je denkt van hé, dit is wel een zin die ik van nature gewoon ook zou zeggen. Een aanleiding kan bijvoorbeeld al zijn dat je een warme overdracht van de verloskundige of de kraamzorg hebt gehad als jeugdgezondheidszorgverpleegkundige of als medewerker van Veilig Thuis of de Raad. Dat je zegt, gewoon, er is contact geweest met iemand die al eerder een gesprek heeft met u. Ik zou er graag over verder willen praten. Het is fijn om te kijken of mensen je verstaan en dan vraag ik met nadruk om ook te letten op of al beide ouders je verstaan. En goed om te weten dat er ouders zijn, echtparen zijn, die niet met elkaar over meisjesbesnijdenis praten. Dus als je dan de echtgenoot voor de vrouw zou laten vertalen, is dat schaamtevol? Is het niet zeker of er vertaald wordt of dat de man zegt wat je wil dat hij zegt? Dus een professionele tolk is echt nodig. Echt wel een andere manier van gesprek aangaan. Dat kennen wij als hulpverleners ook van het bespreekbaar maken van kindermishandeling en huiselijk geweld. Als je je daar nog niet bekwaam in voelt, ik raad je aan, ga lekker een scholing volgen. Nou, zoals Diana zei, er wordt voor gezorgd in de Faro's weer. Maar daar hebben we iets langer voor nodig dan 3 kwartier. En daarnaast is het heel belangrijk om je te trainen in het cultureel interview, interculturele communicatie en motiverende gespreksvoering. En motiverende gespreksvoering ten aanzien van het onderwerp meisjesbesnijdenis wordt ook in het protocol, het standpunt, beschreven op pagina 53. Daar staan echt de fasen in van motiverende gespreksvoering. En als professional is het belangrijk om te zien in welke fase welke ondersteuning je geeft als professional. En daarnaast is het wat Diana ook net al zei, doen. Gewoon doen. Oefening baart kunst en handelingsverlegenheid hoeft niet, want je wordt door je organisaties ondersteund om scholing te volgen. Dus pak je kans en kom oefenen. Ja, dit heb ik eigenlijk al gezegd. Hè. Het is ontzettend moeilijk om over meisjesbesnijdenis te spreken, want een taboe is eigenlijk een sociale norm. En onze normen en waarden maken ons al eigen als kind. En die zijn eigenlijk lastig om los te laten. En dan die sociale norm, dus het spreken over seksualiteit voor mensen uit niet-westerse landen of over de traditie meisjesbesnijdenis, dat mag niet. Dat zit zo in je dat je dat niet mag. Dat het schaamtevol is als je erover spreekt. Ook al leer je het, ook al kun je, ook al wil je het graag, blijft altijd schroom om het te bespreken. Het wordt gezien als grensoverschrijdend gedrag. En als je te direct bent, en ik ga straks met Salwa ook nog oefenen in die vragen, dan is het heel makkelijk om een sociaal wenselijk antwoord te geven. En dus dat willen we heel graag voorkomen. Daar is motiverende gespreksvoering ook een goede methode voor. Nou, dit heb ik ook al gezegd. Wees je ervan bewust dat vrouwen mogelijk geen kennis hebben van de klachten ten gevolge van besneden zijn. En denken dat het bij het vrouw zijn hoort. Mag naar de volgende. Deze wil ik toch nog eventjes laten zien. Dat is een start voor een training die we gaan geven als we gaan oefenen. Dat is de 3-stapsmethode van David Pinto. Dat is eigenlijk het allerbelangrijkste. David Pinto zegt, het is niet zo moeilijk om met die ander in gesprek te gaan. Als je deze 3 stappen maar volgt en je het een en ander realiseert. Die eerste stap is eigenlijk naar jezelf. Ken jezelf, weet wie je bent. Wat zijn jouw waarden en normen? Wat is jouw referentiekader? Van wie heb jij het aangereikt gekregen? En wat zijn je heilige huisjes? Wat zijn je heilige huisjes? Heilige huisjes is eigenlijk een waarheid. Hè, die mensen niet van jou af mogen pakken. Maar die kunnen ook wel eens lastig zijn in gesprekken. Die kunnen ook het gesprek in de weg staan. Bijvoorbeeld
als je denkt van meisjesbesnijdenis, oh, hoe hebben ze het kunnen verzinnen? En wat is het erg en wat is het een verminking? David Pinto vraagt eigenlijk om die heilige huisjes in een rugzak te doen, de rugzak af en je rugzak in de hoek van de kamer gedurende het gesprek. De bagage die je hebt zonder je oordelen, zonder je aanname in het gesprek te gaan. Open en oprecht nieuwsgierig. Het doel van jouw gesprek is samen met degene die tegenover je zit in gesprek gaan over meisjesbesnijdenis. Als dat lukt, staat dat een dialoog niet meer in de weg. Daarna is het goed om je eigen waarde en, of de waarde en normen van die ander en de overtuigingen te bevragen door middel van open vragen. En daarna de stap te maken, hè, wat komt er overeen? We willen allemaal heel graag dat onze kinderen goed en veilig opgroeien. Wat zijn de verschillen en wat verdient de aandacht? Wacht naar de volgende, ja. En dan is het heel belangrijk op welk moment je in het gesprek het onderwerp laat komen. Eigenlijk is dit het allerbelangrijkste. Vertraag, maak kennis. En wees oprecht nieuwsgierig naar elkaar. Bouw vertrouwen op. In een niet-westerse samenleving is directe communicatie onbeleefd. En vraagt om sociaal wenselijke antwoorden. Waarmee ook wel tegelijkertijd gezegd kan worden. Bemoei je er niet mee of ik mag daar niet over praten. Maar het is wel heel erg fijn om tijdens die kennismaking. Tijdens dat eerste gesprek te vertellen dat het onze taak is. Als professional om erover te praten, om te weten, om te kennen hoe de ouders erover denken. En een van de belangrijkste punten is ook dat je deze onderwerpen, kindermishandeling, huiselijk geweld, maar ook meisjesbesnijdenis, niet bespreekt 5 minuten voordat je vertrekt. Maar je kiest je moment in het gesprek. Nou, voorbeeldzinnen. En Paul en ik gaan daar zo meteen nog op in. De eerste, ik zie dat u uit een land komt waar meisjesbesnijdenis een traditie is. Vindt het goed als ik daar eens over praat? In Nederland kennen we die traditie niet. En soms zie je al aan vrouwen of mannen en vrouwen dat ze het er niet over willen hebben. En dan kan je het echt ook gewoon uitspreken. Ik heb gemerkt, hè, de ervaring is dat mensen het lastig vinden om erover te praten. Vindt u het goed als ik het met u alleen bespreek als vrouw zijnde of hè, met de man alleen en mannen en vrouwen apart. Hoe is dat voor u? En vooral de vraag vertel eens is belangrijk voor mensen uit een collectieve cultuur. Want verhalen vertellen, dat hoort bij een collectieve cultuur. En dat doorvragen, wat fijn dat u ze, heel veel professionals komen naar me toe en zeggen ze, nou, als ik een gesprek heb met vrouwen, dan zeggen ze, nee joh, dat is ouderwets, dat gebeurt niet meer. En ik ga daar straks met Salwa over doorpraten. Maar het kan zijn dat je zegt, wat fijn dat u zegt dat meisjesbesnijdenis in uw situatie niet meer voorkomt. Mag ik eens vragen, bij welke generatie is deze traditie gestopt? Is dat bij uw oma, uw moeder of misschien bij uzelf? En een doorvraag is ook, hoe is het gekomen dat u besluit om uw dochter niet te besnijden? Mag naar de volgende. Nou, deze kennen jullie waarschijnlijk allemaal. En dat luisteren, samenvatten, doorvragen, daar gaan Salwa en ik zo meteen nog even verder op in. Maar nou ja, die boodschap die David Pinto gaf is ook een hele belangrijke. Laat je mening en advies nog even achterwege. Maak kennis en geef degene met wie je in gesprek bent een podium, zodat zij haar verhaal kan vertellen. En denk niet, oh, deze mevrouw komt uit Somalië. Nou, daar heb ik al vaak gesprek over. Had het wel zo gaan. En ieder mens is anders. Ieder mens heeft andere bagage en een andere geschiedenis. Wees open en oprecht nieuwsgierig. En vertel wat je doel is van je gesprek. Wacht naar de volgende. En dan, als je dat gesprek hebt gehad. Denk bij jezelf na. Jee, hoe is het gegaan? Heb ik die fase van de motiverende gespreksvoering een beetje voor me? Waar is degene die tegenover me zit, in welke fase? Hoe heb ik haar kunnen ondersteunen of hoe kan ik haar in de toekomst ondersteunen? Kan ik mezelf aanbieden als gesprekspartner? En in het vorige dia was al gezegd van, goh,
het geven van adviezen werkt vaak averechts. Maar heb ik wel boven tafel kunnen krijgen of de persoon die tegenover mij zit überhaupt een dilemma heeft. Of nog zich niet bewust is van dat meisjesbesnijdenis in Nederland niet mag, niet voorkomt, niet nodig is. En alvast nadenken, wat is nou een volgende stap? Wat is een volgend gesprek? En is het nodig om te vragen aan een sleutelpersoon, wil jij met mij als professional samen met de persoon in gesprek om nog eens meer haar krachtig te maken en ter voorkoming van het besneden worden van een dochter? Mag naar de volgende. En hier is de cirkel dan van de fase van motiverende gespreksvoering. Ik ga er niet te veel op in, alleen dat het belangrijk is, en dat kan je ook weer in het standpunt terugzien of in je protocol. Iedere organisatie heeft tegenwoordig bijna een protocol over het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis. Belangrijk voor jou, voor ons als professional, om te weten, waar is de persoon die voor je zit? Die denkt ze van, nee joh, meisjesbesnijdenis, niks aan de hand, het hoort er gewoon bij. Of twijfelt ze? Of wil ze het echt actief veranderen en meenemen naar de achter? Dan mag naar de volgende. En dit is wat ik je noemde, meer informatie. En vooral wil ik je wijzen op www.zanzu.nl. Dat is een site waarin eigenlijk, ik heb ook een kaartje ervan, prachtig. Een biologieboek in heel veel verschillende talen, waar je mensen echt blij mee, het is een cadeautje voor iedereen met wie je in gesprek bent. Zodat ze leren, zodat ze zelf de eigen regie in handen hebben. Zodat ze leren van, dit is mijn lichaam en zo werkt het. Ook bij een vrouw die niet besneden is. En dan mag je naar de volgende. En dat is dankjewel. Ik val best mee, zal hè? 1 minuut te laat. 3. Sal en ik hebben een voorgesprek gehad. En dat gaan we nu weer met jullie samen doen. De hele rode wang is erin. Want Sal, wij hebben heel veel gesprekken over meisjesbesnijdenis. Ja. En jij vertelt mij heel vaak dat de vragen die we stellen als westerse professionals veel te direct zijn. En als je te direct bent, zeg jij, kan je sociaal wenselijk antwoord verwachten? Kan je verwachten dat iemand zegt, nee, dat is ouderwet, die staat niet meer in beeld. Dat is ouderwet, dat doen wij niet meer. En dat is van vroeger. Ja. Wil je eens vertellen wat je daarmee bedoelt? Eigenlijk het gesprek over meisjesbesnijdenis is taboe. En niemand die wil of kan of durft om over te praten. Dus het is echt moeilijk en maak jij jezelf ook verlegen, verdrietig, emotioneel. Dus je brengt alle gevoelens naar voren. Degene die op de professioneel die met jou in gesprek gaat, hij moet echt heel, heel goed opgelet op zijn woorden. Niet direct aanvragen. Dus als hij heeft gemerkt, jij bent een beetje emotioneel of vraagt de gesprekken jou heel erg diep. Hij kan gewoon een glasje water aanbieden om de gesprek warm te maken. Of een beetje rust of aandacht voor jou te besteden en niet direct de vraag stellen. Ja. We zeiden ook, we moeten elkaar echt zien. Hè? We moeten elkaar echt willen leren kennen. Ja. Ja, en jij zei toen ook in ons voorgesprek van, goh, een vraag die je niet mag stellen is, ik zie dat je komt uit een land waar meisjesbesnijdenis een traditie is. Ben je zelf besneden? Ja, dus dat mag nooit. Dus kan jij nooit verder gaan met deze vraag in het gesprek? Nee, maar hoe zou je het wel doen? Wat zou jij dan zeggen van, nou, natuurlijk wil je graag weten of die bedrijf is een van de risico's. Ja, precies. Bijvoorbeeld, ik heb laatst een bijsporing gehad en over de meisjesbesnijdenis. En ik heb geleerd dat is heel veel landen die doen deze traditie. En ik zie, jij komt uit Sudan. Is deze traditie bij jullie ook komt voor? Kan jij deze traditie, kan jij iets tegen mij zeggen over de meisjesbesnijdenis? Weet jij iets van? Ja. En wat als jij de eerste vraag had willen horen van een professional, wat zou de vraag zijn? Bijvoorbeeld in de situatie van na de bevalling kan gewoon een herstel. Bent u helemaal goed hersteld? Voel jij na de bevalling, heb je nog steeds pijn? Of
zoiets. Als een normale mens komt, een normale vrouw komt bij spreken. Dus ja, misschien wil jij iets tegen mij zeggen over meisjes. Kunnen wij over praten? Kan je mij iets vertellen? Dus gewoon een indirecte vraag. Maar ik heb gehoord, ik weet dat je komt uit Sudan. Daar in de meisjes zijn een traditie. Ben jij besnijden? Die vrouw zegt nee. En daarna klaar. Kan jij nergens? Nou zeg ik altijd in de scholingen. Als we het hebben over bespreken maken van het boekgevoelig onderwerp. Je kan altijd weer herstellen. Je kan altijd weer repareren. Ja. Wat nou als je ziet dat die vraag niet goed valt? Probeer maar gewoon rust te stellen. Probeer maar op een andere manier te vragen. Van één onderwerp die komt in hetzelfde betekenis. Dus klachten. Ja. Bijvoorbeeld heb jij klachten. Heb jij blaasontsteking? Heb jij onderbouw? Met welke klachten kom jij? Maar dan zegt de vrouw tegen mij, ik heb geen klachten. Dan moet jij heel slim zijn. Dan, hoe weet ik nou welke klachten er bij meisjes besnijdenis worden en welke er bij vrouwen zijn? Misschien is het voorbeeld, hè, we hadden een vrouw op de spreekuur, heeft 4 kinderen via een keizers besneden. Ja. Ze was nog steeds dicht, maar ze wist niet dat ze dicht was, omdat ze had nooit bekeken, dat wel problemen, maar ze was niet aan de buitenkant dicht, maar aan de binnenkant. Maar die vrouw weet zelf dat ze echt besnijden is en dat zit ergens in haar hoofd. Ja. Dus moet jij echt gewoon blijven vragen en doorvragen en praten. En komt vanzelf alles. Die vrouw heeft vertrouwen opgebouwd. Mm-hmm. En je gaat vragen stellen, wat vind jij? Wat wil jij? Kan ik dat doen? Kan ik zo vragen? Kan ik gewoon opbouwen, rust geven en daarna komt vanzelf. Ja, jij zegt... Omdat ik weet, alle vrouwen die besneden is, willen graag een kans te krijgen om te praten. Dat is een taboe. Met jouw familie kan niet. Met jouw man soms kan ook niet. Met jouw zus kan niet. Gewoon met iemand die professioneel. Dus kan jij ook zeggen, dat blijft tussen ons. Ik heb een geheim beroep. Dat blijft tussen ons. Ik ga niks zeggen. Dus kan die vrouw zeker praten. Omdat iedereen die heeft erbij nog iets geholpen worden. Hmm. Of hersteld krijgen. Of medicijnen. Dus, En ik zeg vaak, eigenlijk is nazorg de beste preventie. Nazorg is de tertiaire preventie, zou je het kunnen noemen. Ja. Maar is het dan ook niet zo dat we eerst moeten of kunnen vragen aan de persoon, is het goed dat we samen kijken naar de biologie? Heb je biologie gehad op school? Als ik jou vraag, heb je biologie gehad in Sudan? Ja, heb ik wel een les gehad. Dus, maar dat is eigenlijk ook, ik vind het heel erg een schaamte vraag. Dus dat is ook weer een vraag. Ja, het heeft een andere betekenis. Dus, net als ik wil nou jouw lichaam kijken. En niemand gaat zo'n vraag stellen. Dus dat vind ik echt van de vragen die ook... En hoe zou je dan de vrouwen kunnen ondersteunen in de kennis krijgen van hun lichaam? Bijvoorbeeld, wij hebben een boekje gekregen van de GGD of zoiets. Daar staat twee verschillende lichaam. Wil jij meekijken? Wil jij weten hoe normale vrouwen, hoe de oud zitten? Niet besneden vrouwen. Ja. Mm-hmm. Niet besneden en wel. Ja. En dan kan je misschien kijken, maar niet alles gaat persoonlijk. Nee, dus het mag over de vrouw gaan, maar niet over jou. Ja, dus eigenlijk altijd om de hete brei heen. Ja. Zeggen van, ik heb hier een leuke website, sanzo.nl. Ik ga hem op de computer aan zetten. Vind je goed als we samen kijken? Vind je dat goed? Ja, als we samen op een website zijn? En niet verwacht dat je bijvoorbeeld jullie hebben altijd directe vragen aan jullie kijken in de ogen. Dus met zulke onderwerp verwacht jij nooit dat de vrouw, die gaat een vrouw gaan kijken. Mm-hmm. Omdat wat is heel de reden? Veel schaamte en verlegen en de gesprek raakt jou heel diep. Dus de meeste vrouwen die worden heel snel emotioneel en verlegen en dus geen oogcontact op dat moment. Maar na de kennismaking wordt het anders, hè? Ja, want dat ervaren we. En dat zeggen ook heel veel mensen. Nou, die ervaring heb ik niet. Zodra we elkaar kennen, dan lachen we over wat we zien. Dan lachen we over seksualiteit. Dan huilen we over de traditie. Ja. Dat het gebeurd is zonder dat het nodig was. Ja. Dan praten we over onze dochters. Ja. En heel vaak
vaak zeg je ook, het is belangrijk om te horen, wat denk je, wat vind je? Ja. En daar ook de context in mee te nemen. Dus ja, de man, de echtgenoot. Hoe gaan we met de man en de vrouw? Vertel eens wat. Is het voor de meeste mensen in Soedan normaal om als vrouw met je man over de traditie meisjes te zijn? Nee, dat kan nooit. Dat kan niet. Ook hier in Nederland niet. Dus, als Soedanese in Nederland? Ja, ook als Soedanese in Nederland. Ook andere landen, weet ik niet precies. Maar kan jij nooit met de man praten over zo'n onderwerp? Mm-hmm. Ook als de ouders bijkomen bij de spreekuur. Ik vind liever dat altijd het gesprek komt met de vrouw en daarna met de man. Ja. Of apart. Dus maar samen, echt paar die kunnen over praten, dat kan niet. Mm-hmm. Omdat jij praat over alle dingen met jouw man. Maar over dit onderwerp, echt, ik denk misschien 3% of 5% van alle vrouwen kunnen over praten. Over seks, over besnijdenis met hun partner. Of, ja. En als je dat als professional voorstelt om dat samen met de man en de vrouw te doen, nadat je elkaar goed kent? Moet de vrouw eerst ook met haar man trouwens bespreken. Ik heb vandaag gesprek gehad. Mm. En ging het over de meisjesbesnijden. En bijvoorbeeld de arts of de professional over de gezondheid van de vrouw. Ja. Of over de risico van de meisjesbesnijden. Dus ook iets. De laatste vraag voor jou, want dan gaan we toe naar de vragen van de deelnemers. Soms hebben we echt de inzet van de sleutelpersoon nodig. Hè? Een voorbeeld was dat 3 meisjes zeiden, wij zijn niet besneden, waarvan de sleutelpersoon zeker wist dat als je in die leeftijd bent, dat je wel besneden bent. Wat is de meerwaarde van de inzet van de sleutelpersoon? Eigenlijk, de sleutelpersoon speelt een heel grote rol. Omdat hij kent de cultuur, kent het volk, kent de meisjes besneden als traditie, de leeftijd. Soms de sleutelpersoon die kent de hele wijk eigenlijk, of alle buitenlanders in haar omgeving of een stad of een dorp waar zij woont. En ik vind de rol van een sleutelpersoon is heel belangrijk. Helpt ook de professioneel. Hoe kan de meisjesbesnijding bespreekbaar maken? En nou, de sleutelpersoon heeft ook een andere taak met de huiselijke. Ik vind de rol van een sleutelpersoon is echt het breed geworden. En jij hebt de voorbeeldzin aangegeven van hey, wat fijn om te horen dat u meisjesbesnijding iets als ouderwets vindt. Mag ik u eens vragen? Wil je dat eens voornemen? Ja, bijvoorbeeld bij welke generaties verstopt? Bij jouw oma, bij jouw moeder, bij jou zelf. Dus kan ook een vraag die gaat de vrouw bijvoorbeeld openmaken of kan praten of vertellen. Of, ja, want soms staat er in de folder, ik ben de folder even bij het, dat er 98% van de vrouwen is besneden in het land. En dan is het toch zo dat de vrouwen zeggen, nee, dat is ouderwets. Ja. En dan zou je die kunnen zeggen, waar is die gestopt? Ja. En de toegeleiding naar het spreekuur is ook echt belangrijk. Hè? Dat je daar de sleutelpersoon voor hebt. Ja. Die samen met jou op kan trekken en zeggen, er is een spreekuur. En ook iets voor de professioneel die gaat het gesprek voeren. Moet ook voor zichzelf bestuderen eigenlijk. Hmm. Bij wie ga ik in het gesprek? Waar komt die vrouw vandaan? En meisjesbesnijder komt traditie voor, heeft de dochter, hoeveel kinderen. Dus gewoon een voorstudie doen. Precies, ja. Ja. Dankjewel. We hebben beloofd dat we zoveel tijd gaan nemen voor vragen. Dus blijf lekker staan, Sal, want jij gaat de vragen vast ook beantwoorden. Okay. Diana, jij zou in de chat kijken of er vragen zijn, hè? Ja, zeker. Er zijn een paar vragen. De eerste vraag. Kun je... En zo ja, op welke manier zou je besnijdenis kunnen bespreken in een groepje vrouwen? Ja, dat doen wij. Vertel. Vaak is dat gelieerd aan een ander onderwerp. En dat is wat Salwa net ook noemde. Hè? Of in het gesprek ook, dat het kan gaan over de bevalling. Hoe is je bevalling geweest? En in de gesprekken die wij binnen het AZC en in de gemeente in de participatieverklaringstraject geven... gaat het vaak over seksuele gezondheid. Dus dan zijn mannen en vrouwen al in groepen apart. En dan is een onderdeel van het gesprek ook de traditie meisjesbesnijdenis. En eigenlijk beginnen we dan, zoals we zeggen, in Nederland kennen we de traditie. We zijn ervoor geschoold en we willen graag met u over deze traditie spreken. En dan praat je over de inhoud en een beetje ook hoe het voorkomt in welke landen, wat in de roze folder staat. En dan gaan we ook over naar een groepsgesprek. Van hoe is dat voor jou? Wat vind je? Wat denk je? En ook
vaak samen met een talk die tegelijkertijd de sleutel bevat. Dankjewel. Zijn er tips om dit onderwerp te bespreken met meisjes in het 12 tot 16 jaar zonder ouders? Zeker. Een beetje denk ik wel op de manier zoals ik het net zei, gegoten in een ander onderwerp. He, dus binnen, het kan op de school zijn, op de ISK's komen, maar ook op een ANV-locatie. In een groepje wat door een sleutelpersoon of een sleutelpersoon met iemand van de leeftijd waarin de meisjes zijn. En er zijn ook die het onderwerp bespreekbaar maken, maar dat is zeker mogelijk. En dat kan je denk ik als professional doen samen met de sleutelpersoon. Samen voorbereiden, samen uitvoeren, samen nabespreken. Ja, er is eigenlijk nog een vraag die eraan gelinkt is van een medewerker JGZ die inderdaad ook een pop-up krijgt voor bij het werken met jongeren tussen de 13 en 18 jaar. Mm-hmm. En die ontvangt een pop-up om VGV bespreekbaar te maken. En die vraagt of je hierin ook nog een praktisch advies hebt hoe dat gesprek aan te pakken. Ja, ik verwijs je graag naar de e-learning. Daar staat een voorbeeldgesprek van van mijzelf toen ik nog wat geen niet-grijs was. Met een meisje in die leeftijd. Het belangrijkste is dat de tweede en derde generatie soms niet meer weten wat meisjesbesnijdenis is. En dat ze meegaan op vakantie. En dat ze zich niet realiseren dat ze gevaar lopen. Dus het is zeker heel belangrijk om dat te bespreken. Omdat meisjesbesnijdenis nog tot op vandaag nog voorkomt in heel veel landen. En het ook weer terugkomt. Sal en ik hadden het vandaag over Soedan. In Soedan is het op dit moment heel onrustig. Dan is het risico op besneden worden weer groot. Dus het is telkens weer een kanteling in zaken waardoor meisjesbesnijdenis weer op de loer kan liggen. Corona is ook één van de waardoor het risico groter wordt dat meisjes worden thuisgehouden, niemand let op en dat besnijdenisaantallen groeien. Dankjewel. Salwa, deze is misschien ook wel mooi voor jou. Soms is de vader degene die het woord voert, vaak in verband met een taalbarrière. Is er een tip hoe dan toch de moeder ook te bereiken en bij het gesprek te betrekken? Ja, dat kan heel makkelijk. De professional moet een sleutelpersoon inzitten en moet de moeder apart uitnodigen. Omdat wij zijn mannelijke cultuur, dus als de man komt bij spreekuur, en die gaat gewoon met zijn vrouw bespreken. Ik ga vandaag en ik ga dat zeggen. Dit en dit en dit. En moet jij dit houden. Dus je moet altijd de professioneel met de moeder echt praten. Echt. Ja, dus je moet een apart gesprek eigenlijk zorgen dat het er komt. Ja. Hè? Ja. Hoe zit het met professionals aan de voorkant? Dus denk aan leerkrachten. Wat wij ook het gesprek hierover aangaan. Ja, dat is een mooie. We hebben natuurlijk net de actie weer gehad. Hè, de brieven rondgestuurd naar de scholen om te vragen om signalen. En als leerkracht zit je natuurlijk in een hele andere setting. Ken je kinderen goed? Krijg je een band met kinderen? Het signaleren is denk ik belangrijk. Ook je professional die op de school werkt kennen en er samen mee over praten is belangrijk, hè, zonder speciaal namen te noemen. Maar ook zeker mogelijk met een meisje. En dan, ja, kijk ook even naar jou, Salma, open vragen stellen. Hè, van, ken je de traditie? Wat vind jij van deze vraag? Ja, dat is wel goed. Ja, dat is wel goed. Maar ik wil ook iets bijvoegen, dat de traditie meisjesbesnijding kent geen opleiding, kent geen mensen die hoger opgeleid, kent geen mensen die gelovig of ongelovig. Dus bij christen gebeurt, bij de moslim gebeurt. Dus moet altijd een kans krijgen met de kinderen of met de jeugd of gewoon aanpakken. En dat traditie die kan nooit verdwijnen, nooit. Dus, ook de laatste keer heb ik gemerkt dat ook in Arabische landen dus, worden uitgevoerd. Ja, dat was nog iets wat je graag ja, wilde delen. Over Qatar, ja. Over die advocaat, dus een lastig gesprek. Er was een mevrouw, die komt uit Soedan. Ja. Opgegroeid in Qatar. Gaat nu weer op
kant. Nee, ik ben in Qatar. Twee meisjes, heel jonge meisjes. Van 7 en 8 jaar. Dus, En hetzelfde hebben we gehoord over Turkije. Ja. Dat, ook in dat je niet verwacht dat mensen gaan op vakantie naar Turkije. En dan wordt hun dochter daar besneden. Dus het is zeker op school het belangrijkste dat je als leerkracht... Let op de vakantie. Let op de vakantie, maar ga makkelijk in gesprek van... Hé, waar ga je naartoe? Weet je al wat je gaat doen? Zo, die relatie die je als docent hebt, dat is echt ontzettend fijn. En daar kan je gebruik van maken. En als je elkaar goed kent als jeugdgezondheidszorgmedewerker op die school... mag je natuurlijk altijd advies vragen. En die vraagt ook weer advies bij de aandachtsfunctie. De lijntjes zijn vaak heel kort. En dan is het belangrijk in wie het meisje of de moeder het meest vertrouwen heeft om dat gesprek aan te gaan. Of samen met een sleutelpersoon of een jeugdverpleegkundige te zeggen van... Goh, vindt u het goed dat we daar samen eens over praten? En Martine, kan je iets zeggen over de rol bij de JGZ, van de JGZ-medewerker om een school hierin... alerter te maken of om een school hierbij te ondersteunen? Hoe zouden ze dat kunnen doen? Nou, de vraag die nu ook net weer is gekomen, denk ik, uit het management van de JGZ aan ons professionals als jeugdverpleegkundigen, sociaal verpleegkundigen, willen jullie deze brieven verspreiden, de signaalwijze onder de docenten? En wil je het ook in je relatiegesprek of als je op school komt, eens meenemen van hoe is het voor jullie? Oh, ik zie dat er meisjes uit Somalië op school zitten. Ik ben door jullie niet gebeld. Gaat het oké? Okay? Hebben jullie in de gaten dat het een risico kan zijn? En dus je als gesprekspartner aanbieden naar de school, naar de docenten. Maar ook naar... zeg dat je geschoold bent. Ook al ben je in Nederland geboren, zeg dat je er wel van weet. Zeg dat je geleerd hebt. Ik heb zelf 7 jaar in Afrika gewerkt. Bij mij gaat het niet uit mijn systeem, omdat ik het ontmoet heb. Maar ook de gesprekken die we hier in Nederland hebben, kunnen zo intens zijn, dat je denkt van oké, het is heel erg belangrijk om te bespreken, om het te gunnen dat mensen weten dat het niet hoeft. Het is niet nodig. Het is geen religieuze plicht. Het is cultuur en cultuur mag veranderen. En het heeft nul meerwaarde voor de gezondheid. En het wordt nog heel vaak gedaan. He, er zijn mensen die hier in Nederland wonen. Alle mensen in Nederland, sleutelpersonen die ik getraind heb, kennen mensen in hun naaste omgeving die nog voor meisjesbesnijders zijn in land van herkomst. Maar die zo niet genegen zijn om erover te praten. Dus die beweging moeten we eigenlijk willen pakken met z'n allen. En dan is een docent een hele fijne, omdat hij de kinderen iedere dag ziet. En die vertrouwensband is groot. Dankjewel. Er is één vraag die nog aansluit op wat Salwa net zei. Zijn dat en dat is denk ik naar aanleiding van het signaal wat je ontving dat mensen zich lieten besnijden of hun dochters lieten besnijden in Qatar. Zijn dat oorspronkelijk Afrikaanse mensen of komen die uit het Midden-Oosten? Is de vraag. Uit Soedan. Ja. Geboren in Soedan, verhuisd naar Qatar. Ja. Nu asiel aangevraagd in Nederland, omdat er een dreigende meisjesbesnijdenis was in Qatar. Dus deze mevrouw is om die reden naar Nederland gekomen. Welke psychische gevolgen worden ondervonden bij vrouwen die besneden zijn? Heel veel. Kan je daar een aantal noemen? Eigenlijk de angst blijft altijd. Tijdens de seks. En ook de gevoel, jij bent anders dan andere vrouwen. Het is iets met jou gebeurd, een deel van jouw lichaam vermengd. Dus dat doet heel erg pijn eigenlijk. En de zorg, als jouw dochter gaat trouwen of bevalling, dus de zorg blijft altijd heel hoog. En de emoties telkens weer. He, altijd als we erover praten, ook al is het 20 jaar, is dit je werk al. Het raakt je, want het is je geschiedenis. En de klachten, psychische gezondheid is eigenlijk wel de grootste klacht. Ook omdat als je erachter komt in Nederland of in een ander land, dat het eigenlijk niet nodig is geweest, kom je in een soort van moral breakdown.
een shock. Je komt tot stilstand en denkt, hé, die pijn heb ik dan voor niets geleden? Of alle ellende lichamelijk met seksueel contact, met de bevalling, met de menstruatie, met de geboorte, was niet nodig geweest. Dan komt er een boosheid, een realisatie van, hé, mijn moeder was degene die mij vasthield. Hoe bedoelde ze dat dan? Boos op je moeder. Niet begrijpen dat je moeder dat deed uit liefde. Want als je niet besneden bent, wat gebeurt er dan? Zal, Ja, de moeder doet dat met alle liefde. Dus, en ook de dag van de besnijden is een mooie dag van jouw leven. Dus jij krijgt henna, jij krijgt nieuwe kleren, heel veel cadeautjes. Dus de bedoeling is goed. Jij krijgt een goede man straks. Jij bent echt een vrouw nou. Jij bent echt netjes. Jij bent goed. Jij bent dit, jij bent dat. Dus word jij echt verwend. Maar daarna, wat gaat gebeuren met jou? Dus ik denk, als de moeder, één moeder, die weet 100% wat gaat gebeuren. En wat is dan gezondheid, gezondheidszorg? En wat komt in de hersen of jouw gedachten spelen? Dus geen één moeder gaat dat doen. Dus, en ik ben één van die moeders. Dus na alles wat heb ik meegemaakt, ik heb gelukkig mijn twee dochter laten beschermen. Dus, ik heb twee dochter niet besneden. Dus ik ben heel erg blij mee. Maar in Soedan, als je niet besneden bent? Dan word jij vernederd. Dus wij leven met grote logenaar. Dus als ik ben hier in Nederland, ik zeg altijd, mijn dochter is besneden in Soedan. En als ik ben in Soedan, ik zeg, mijn dochter is besneden in Nederland. Dus, de sociale druk is erg groot. Heel erg groot. Om je dochters te besnijden. Ja. Doe je het niet, dan hoor je erin Soedan niet bij. Ja. En dan mag je verstoten worden. En dat is niet alleen op het platteland. Hè, want nu juist in Soedan zien we weer dat het toeneemt in Khartoum, in de hoofdstad. Dus dat is ook bijzonder. Hè? Soms zeggen ze als nee, dat gebeurt niet in de stad. Dat kunnen ouders ook zeggen. Joh, wij komen uit de stad, we zijn hoog opgeleid. Nee. Maar dat heeft er niets mee te maken. Dat is ook, dat zal wel net zijn. Ja. Ik heb nog een aanvullende vraag. Hè? Als je nou als professional en je bent in gesprek met een vrouw en jullie zijn onderwerp voor een vrouw om over te praten. En het kan ook dat een vrouw bijvoorbeeld moet huilen. En jij wordt als professional zelf ook geraakt door het verhaal wat een vrouw vertelt. Hoe ga je daarmee om in gespreksvoering? Ja, ik ben de professional. Ik vind het niet erg. Mij gebeurt het ook. En ik denk dat we als vrouwen onder elkaar, dat verbindt. En het is natuurlijk niet de bedoeling dat je de hele tijd blijft huilen. Maar elkaar tonen hoe je je voelt, dat is juist ook heel belangrijk. Om het probleem wat er is wel te omarmen. Maar dan jezelf aanbieden als gesprekspartner en samen te kijken naar de focus. Hoe nu verder? Om kwalitatief goed leven te hebben, hè? Nazorg spreken, maar ook om te zorgen dat het jouw dochters en de generatie daarna niet meer gebeurt. Maar ik vind emotioneel worden, ja, ik kan het soms niet voorkomen. Ook in de groepsgesprek is het soms echt heel, kan het heel heftig zijn. Als wij werken met zo'n anatomisch model. Vrouwen komen gewoon aanwijzen, dit ben ik. Vrouwen schieten samen in het verdriet. Dus het kan niet anders dat, ja, we zijn mensen. En we raken elkaar en dat is alleen maar goed. Alleen het is wel fijn om dan te realiseren dat je ook samen verder mag in gesprek over hoe je verder. Dankjewel. Je zei net wij vrouwen onder elkaar. Ik krijg een vraag over of er ook tips zijn voor de mannelijke professionals. Zeker. We zijn mannelijke sleutelpersonen. En een man als professional mag de nadruk leggen op zijn professie als arts. En dat hij de nadruk legt over, goh, dit onderwerp zie ik als mijn taak om te bespreken. En ik zeg tegen de mannelijke sleutelpersonen vaak, begin als man maar om het met de mannen te bespreken. En ik weet niet welke functie deze persoon die het vroeg heeft, maar kijk, als je bijvoorbeeld bij Veilig Thuis werkt, is het soms zo urgent dat je nu vandaag moet handelen. En dan staat je professie eigenlijk boven of je man of vrouw bent. En dat is wel heel goed om dat uit te leggen. Van, hè, ik ben arts of ik ben medewerker van Veilig Thuis. Ik ben geschoold, getraind. Maar kijk even naar Salwa.
Wat vind jij? Wat kan de man het beste betekenen? Ik denk het echt nog steeds moeilijk van mij. Na alle die jaren om met man over te hebben. Echt. Ik kan niet met een professionele man in gesprek gaan. En wat is het dilemma? Wat is er zo moeilijk? Wat vind je moeilijk? Ik weet niet. Wij zijn niet gewend om met de mannen te praten over seksueel, over de meisjes, over algemeen. Ik vind het gewoon moeilijk. Maar als het moet, dan doe ik. Mm-hmm. Dan doe ik, maar met alle moeite. Dus, maar de man professioneel die mag graag kiezen van een man, een soort persoon. Maar als de man heeft echt op het moment dat hij met de vrouw moet praten, moet hij gewoon doen. En moet hij zeggen, ik weet, het is moeilijk voor jou. Jij bent niet gewend om te praten. Maar wij zitten nu in de bund, maar we moeten nu vandaag handelen. Of wij moeten echt nu over praten. Dus die inleiding is het belangrijkste. Ja, ja. En zeggen wie je bent. Hè? Dus, goed. En ook wat je net even noemde tussen neus en lippen door. Ja. Het is superbelangrijk om telkens weer dat beroepsgeheim te benadrukken. Ja, ja, ja. En het is ook goed om je te realiseren dat er veel mensen uit een land komen waar de regering ontzettend corrupt is. En dat het lastig is om mensen te vertrouwen. Dus wantrouwen groot is. Terwijl zulke gesprekken juist vanuit het vertrouwen het makkelijkst gevoerd worden. Ja. En mag ook niet direct zeggen dat Nederland is strafbaar en dat is verboden en dat mag jij niet doen. Dus dat mag gewoon juist heel anders. Als je mensen van binnenuit wil motiveren, is repressie het slechtste middel. Maar, zeggen we altijd, staat wel achter in de bezemkast. Ja. Maar als het nodig is, is het heel belangrijk om te zeggen. Ja. Nee, dat is die stap 3 van wat David Pinto zegt, van wat komt overeen en wat wijkt af. Nou, kindermishandeling wijkt af van elkaar. In sommige culturen is slaan geen kindermishandeling. Meisjesbesnijden is een goede vrouw, is een besneden vrouw. Ja. Dat vinden we in Nederland niet. Het is heel belangrijk om dat te bespreken. En te beginnen dan, we zeggen altijd, het is een soort ui bij religie, cultuur, gezondheid. Helpt dat niet? Veel mensen vinden het heel super fijn dat ze deze verklaring hebben. Want daar staat het beleid in Nederland precies in. En kunnen ze in hun eigen taal en hun familie laten lezen. Joh, als ik mijn dochters laat besnijden hier, dan word ik gestraft. Dan kan ik niet de ouder zijn voor mijn kinderen die ik wil. Ik kan ook niet werken. Ik kan jullie ook geen geld sturen omdat ik niet kan werken. Het mag gewoon niet. Als ik heb gekozen, tussen aanhalingstekens, om in Nederland te wonen. Dit is de wet van Nederland. Daarbij aansluitend over de man nog door. Ik zie een vraag. Wat is de rol van de man eigenlijk bij het doorgeven van de traditie van meisjesbesnijdenis? Eigenlijk, de mannen speelt een heel grote rol. Heel veel mannen zeggen, wij zijn tegen en wij willen dat niet. Maar hun van binnen willen echt alle vrouwen die in de omgeving eigenlijk. Als een dochter of een vrouw of een zus gewoon besnijden. Omdat, ja, onze mannen die zijn gewend eigenlijk met de vrouwen die besnijden. Onbesnijden vrouwen worden niet geaccepteerd eigenlijk. De mannen spelen een grote rol. Dus vandaar de mannen die hier getraind in Nederland als een sleutel persoon, die hebben ook een grote rol met de, alle mannen van hun van hetzelfde land of zoiets, om mee te praten. Dus, en plus, wij zijn mannelijke cultuur, dus niet alleen de mannen, maar de familie van de mannen spelen ook een grote rol. Ja. En het is ook vaak, de grootste reden voor meisjesbesnijden is eigenlijk het ontbreken van kennis. En een niet besneden vrouw is niet een goede vrouw. En er wordt gedacht dat vrouwen achter de mannen aangaan als ze niet besneden zijn. Dus ze zien het als een bescherming voor de vrouw zelf. Hè? Ook onderdrukkend, want ervan uitgaan dat de vrouw zelf niet kan beslissen of ze wel of niet seks heeft met iemand. De kennis ontbreekt ook dat seksualiteit niet in je genitaliën begint, maar in je hoofd. Hè? Die vieze hormonen. Die kennis ontbreekt. Dus het ervan uitgaan dat een man mag beslissen over de seksualiteit van de vrouw. Dat is ook een reden waarom mannen zeggen, ja, het is beter als meisjes besneden worden. Maar ik ken ook een onderzoek van UNICEF waarin de vrouwen denken dat de mannen willen dat hun dochters besneden worden. En dan blijkt dat niet zo te zijn, omdat ze samen niet praten. Dus ze weten het niet van elkaar. Het is een aanname van mijn man of de moeder van mijn man. Het is wel echt een zaak van vrouwen die met elkaar overleggen. Wanneer gaat het gebeuren? Welk type? Hoeveel geld gaan we daaraan geven? Dat is wel iets van de vrouwen.
Maar het kan wel de moeder van de man zijn die dan dat de man influistert. En in de patriarchale samenleving is de man degene die dat uitspreekt. Ja. We gaan naar de laatste minuten van dit webinar. Ik ga nog even kijken, want er zijn nog een paar vragen. Even kijken, deze vind ik nog wel mooi. Er staat bij niet echt een vraag, maar ik lees er wel een vraag in. Ik lees hem even voor. Wij moeten als JGZ invullen of er wel of geen risico is op VGV. Als een meisje van 13 aangeeft helemaal niks van VGV af te weten... En dit ook aan haar non-verbale houding is te zien, dan vul ik in dat er geen risico is. Maar eigenlijk weet ik dit niet 100% zeker. Ik vind dit persoonlijk wel een dingetje, want stel dat het toch gebeurt. Nota bene, wij spreken alleen de jongeren zonder ouders. Martine, wil jij hierop reageren? Ja, ik ben heel blij dat je hem stelt. Ik had hem wat uitgebreider moeten vertellen. In dit protocol en in alle gespreksprotocollen staat een risicotaxatie. En net noemden we het al even, jongeren weten soms niet. Hun moeder spreekt niet over besneden zijn. Maar de risicotaxatie staat op pagina 27 van dit protocol. En dat is een heel rijtje. Maar het belangrijkste is dat je te weten komt of de moeder van dat meisje uit een land komt waar meisjes besneden zijn tradities, of de vader. En dan de vraag of het meisje iets weet over meisjes besneden, van haar moeder heeft gehoord. Nou, wat zal daar zijn? Is de traditie gestopt of is haar moeder nog besneden? En nou ja, als je dit protocol staat op de site van de RIVM, daar staat het hele lijstje van risicotaxatie op. Dus dat is, ik denk dat, we hadden het net over normaliseren, ik denk dat ook bij meisjes van 13, ze mogen wel jonger zijn wat mij betreft, het bespreekbaar maken van meisjesbesnijdenis onze taak is. Ik wil graag met jou hebben over meisjesbesnijdenis. Vind je het goed als we samen eens kijken wat dat is? Herken jij het van het land waar je ouders zijn geboren? Of waar je misschien nog zelf bent geboren? Vind je het goed dat we daar eens over doorpraten? Want ja, ik vind het eigenlijk heel, ik zeg dat best vaak, ik vind het ook heel naar. Maar ik heb 3 jaar geleden nog een jong meisje van 9 jaar gezien die op de meest extreme vorm is besneden en dichtgenaaid. Ook nu komen deze meisjes nog naar Nederland. Dus het is niet zo dat als je 13 bent... Je kan zeggen dat je er niet over weet en dan is dat luisteren samen wat de doorvragen weer zo belangrijk. Maar ook open vragen van, vind je het goed als we samen eens kijken wat dat is, meisjesbesnijdenis? En vind je het goed als ik eens met je moeder praat daarover? Want dit is wel echt ook een reden om als deze op vakantie gaan, dit gezin, toch te vragen om als jeugdgezondheidszorg of samen met een sleutelpersoon of alleen in gesprek te gaan met de ouders. Het risico... Dat als kinderen het niet weten, dat ze bij tantes blijven slapen. En dat er dan. Hè, want een kind in een collectieve samenleving is niet van de ouders, maar die is van het collectief. Dus stel je voor, je gaat op vakantie, je logeert bij oma of bij de tante. Dan kunnen ze dat als een deugd, als een cadeautje. En dat bedoel ik echt oprecht, niet cynisch. Als een cadeautje zien, ik laat die dochters besnijden. Dan horen ze erbij. En als het meisje niet weet dat het niet mag, kan ze zich niet verdedigen. Dus we nodigen juist die ouders uit van, joh, mogen we eens praten en zorg goed voor je kind als je op vakantie gaat. Zorg dat ze niet achterblijven als jij een dag naar je zus gaat en jij laat haar bij oma achter. Wees je bewust van. Neem die verklaring mee te slaan. Het is een hulpmiddel. En daarmee gaan we afsluiten. Hartelijk dank Martine en Salwa. We zijn een uur verder ondertussen. In de chat ziet u link naar evaluatieformulier. Ik wil alvast aankondigen dat we komend jaar doorgaan met deze webinarserie op uit mijn hoofd 14 maart. Maandag 14 maart is het eerstvolgende webinar en dat staat geheel in het teken van sleutelpersonen. Met onder andere Sarah Naleijen, voorvrouw van EFSAN, die zal daar een rol in spelen. Dus ik hoop dat u ook daarbij aansluit. Vanaf morgen kunt u zich daar al voor aanmelden. Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan een training, een hele training van een dagdeel over gespreksvoering, dan kunt u alvast een mailtje sturen naar Carla van den Berg. Hartelijk dank, dames. Het was heel interessant. Ik zie al hele mooie reacties in de chat. En ik hoop u volgend jaar weer terug te zien. Tot ziens. Graag gedaan. Tot ziens.